Welkom bij weer een nieuwe podcast en heel erg leuk dat je luistert. En deze podcast gaat over een verzameling van dingen. Dat er allerlei goede tips te vinden zijn op Netflix. Dat ik blij ben met mijn grijze haren. Nou, dat zal ik nog even verder uitleggen. En wat nog meer over het versterken van jezelf in persoonlijk leiderschap en problemen te aanpakken en waarom dat handig is. Veel plezier met het luisteren van deze verzamelpodcast. Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Nou, welkom bij deze nieuwe podcast en heel erg leuk dat je luistert. Het is alweer eventjes geleden. Dat komt door wat persoonlijke omstandigheden, wat gezondheidsdingen. Dus op de een of andere manier had ik gewoon echt niet de inspiratie en ook niet de zin om iets te doen. Maar ondertussen had ik wel momentjes dat ik dacht, oh, dat moet ik even onthouden. Dus ik heb wel een soort aantekeningenlijstje gemaakt van allerlei dingen die ik tegenkwam, waarvan ik dacht, dat is misschien wel leuk om toch nog eens te delen. En dat heeft natuurlijk allemaal, al die dingen hebben in ieder geval met persoonlijke ontwikkeling te maken of persoonlijk leiderschap en probleemaanpak. En dat soort dingen zijn ook gewoon te vinden op Netflix. Straks nog een andere tip voor een Netflix serie, maar... Nou, ik wil beginnen met deze. Ik kijk vaker op Netflix naar Somebody Feed Phil. Ik weet niet of iemand het kent, maar in ieder geval vind ik het heel erg grappig. Ik vind die humor heel erg leuk. En ik hou sowieso heel erg van de combinatie reizen en koken of eten. Dat mensen laten zien... hoe zeg ik dat nou? In het programma komen gewoon heel veel ook een soort van kleine restaurantjes voorbij. En persoonlijke verhalen van mensen die daarmee zijn begonnen. En die een soort unieke product maken. En daar gewoon heel erg trots op zijn. En die daarin hun hart en hun droom hebben gevolgd. Ervoor hebben gezorgd dat ze dat wat zij goed kunnen koken of maken, dat ze dat kunnen delen met mensen. Dus die combinatie vind ik gewoon heel erg leuk. Maar goed, ik zat er dus naar te kijken. En Phil was in Singapore. En hij ontmoette daar een architect. En zij heeft dat in ieder geval, of in ieder geval met haar team, ik weet niet precies. Dat bekende gebouw is een beetje ovaal. En er zit volgens mij zo'n soort van brug of zo bovenop ontworpen. En toen hadden ze het samen over naar de uitdagingen waar ze dan tegenaan was gelopen om zo'n groot apart gebouw in Singapore te bouwen. En toen zei ze, ja, die uitdagingen, ik weet niet meer precies hoe ze het zei, maar die uitdagingen zijn er inderdaad. Maar wat het allerbelangrijkste is dat je gewoon zelf enthousiast bent. En toen dacht ik, zat ik daar zo over na te denken. En toen dacht ik, oh ja, dat is echt wel een hele goeie. Want wat wij natuurlijk vaak doen met z'n allen is toch, als je iets wil gaan doen of een besluit hebt genomen of je wil iets gaan maken, dat we dat toch heel vaak gaan overdenken. Hè? Is het wel goed genoeg? Vindt een ander het wel leuk? Of misschien gaat het wel, ja, voelt het wel als een soort van moeten? Of maak je het überhaupt eigenlijk niet zoals je zelf zou willen, omdat je het helemaal hebt aangepast naar wat jij denkt dat een ander wil? Om het te laten slagen, is het denk ik wel echt inderdaad heel belangrijk dat je er überhaupt gewoon toch wel zelf enthousiast over bent wat jij wil of hebt besloten of wat je gaat maken. Als jij er überhaupt gewoon zelf niet in gelooft, waarom zou een ander dat dan wel doen? Dat is dan ook vaak natuurlijk wat je uitstraalt, hè? Dat je er zelf toch over twijfelt. En bedenk maar eens, hoe voel jij je als je gewoon iets aangereikt krijgt door een ander,
Maar je merkt dat diegene er zelf ook niet echt enthousiast over is of vol vertrouwen of blij van wordt. Hè. Dan voelt dat toch ook niet prettig. Dus ja, ik vond het wel een leuke tip als je wil dat iets slaagt. En of dat je achter je besluit wil staan, dat je ook echt wel bewust er zelf ook enthousiast over bent. Dus dat en over een Netflix-serie. Straks heb ik er nog eentje. Iets anders waar ik nog over na zat te denken, is dat ik, dat is een beetje persoonlijk, maar dat merkte ik dan bij mezelf. Maar ik dacht, dat is toch wel goed om te delen, want misschien hebben we er allemaal wel last van. Dat is het belang gewoon van focus houden op... wat ik zelf hè, met de acties die je wil gaan ondernemen, of dingen die je wil gaan doen, of die je denkt dat je moet gaan doen, maar dat je gewoon daarin toch wel heel erg bij jezelf blijft. Dat je blijft focussen op of je er zelf energie van krijgt. En ik bedoel niet op bijvoorbeeld, kijk, ik zeg maar wat, op je werk moet je natuurlijk ook gewoon dingen doen die niet. Die je minder leuk vindt. En ook thuis. En ook in het huishouden. Hè. Je moet natuurlijk niet overdrijven. Maar door de bocht genomen. Laten we zeggen. Dat het toch wel fijn is als je zonder. Ik weet niet. 75% van de dingen die je doet. Of die je wil gaan doen. Of die je onderneemt. Dat je daar op zijn minst toch wel zelf echt wel energie van krijgt. En dat het ook echt bij je past. Wat mijn valkuil is, ik kan echt een behoorlijke spons zijn voor allerlei inspiratie. Ik kan heel erg gevoed worden door dingen die anderen doen of maken of hebben. Ik kan ook wel zelf een soort van inspirerend zijn voor mezelf. Dat klinkt een beetje raar, maar als ik bijvoorbeeld dingen of uitdagingen of gesprekken of analyses op een bepaalde manier heb aangepakt, dan kan ik later... dat bekijken met een soort helikopterview en dan denken, oh, dat was eigenlijk wel slim. Misschien heeft een ander daar ook iets aan. En dan doe ik daar iets mee of dan maak ik daar een download van voor op de site. En dan, of een podcast over. En dan, dan deel ik dat. Maar als het gaat om voorbeelden van dingen of aanpak op gebieden die niet echt... mijn expertise zijn, waar ik niet per se goed in ben, wat niet echt mijn ding is, dan kan ik, maar ik moet wel iets daarmee, of ik denk daar iets mee te moeten, ja, dan kan ik dat echt enorm in me opnemen. En dan heb ik ook echt direct het idee van, oh, ik moet daar ook iets mee. En als ik dan niet oppas, heb ik op een gegeven moment gewoon een enorm vol hoofd met allerlei ideeën en to-do-lijstjes met dingen daarop die ik voor mijn gevoel moet doen, omdat dat bijvoorbeeld ook zo goed werkt voor die ander. Of omdat dat er bijvoorbeeld heel leuk uitziet als een ander dat doet. Dat levert mij dan... Dus dan heb ik een enorme volle lijst. Dan krijg ik daar weer een soort keuzestress van en een soort FOMO. En het gevoel dat ik te laat ben als ik er dus niets mee doe. Maar ja, dat soort dingen werkt eigenlijk allemaal juist weer heel blokkerend. Dus ik moet mezelf dus vaak... Of heel vaak tot de orde roepen en een soort focus aanbrengen. Dus echt even bedenken, oké, is dit echt mijn eigen idee? Voelt dit ook echt goed? En ben ik enthousiast, weer enthousiast, om het op te gaan pakken? Of voelt het eigenlijk meer gehaast of paniekerig? En toch een beetje, dat er toch een beetje een laagje van weerstand op zit en dat het vanuit mijn ego is die dit wil. Ik moet dan ook goed bedenken van wat zijn mijn eigen talenten ook maar weer. En is dit idee of deze activiteit of dit plan, is dit dan wel echt een match? En het grappige is, eigenlijk weet ik het ook wel als ik alleen al naar de to-do-lijstje kijk. Want daar staan er vaak ideeën op mijn FOMO-to-do-lijst. Maar die blijven daar maar op staan. Die pak ik niet echt op. Ik zet niet door en dan begin ik er ook niet aan. Maar ze blijven dan wel soort van in mijn hoofd hangen op dat lijstje zitten en dan voel ik gewoon een enorme drang. Dus als ik op een gegeven moment toch weer zo'n stevig kritische analyse sessie heb gedaan van mijn FOMO to-do-lijst en mezelf dus die vraag heb gesteld die ik net opnoemde.
En als ik er dan achter kom dat bepaalde inspiratie en ideeën gewoon toch niet bij me passen, omdat ik het voornamelijk erop heb gezet omdat het bij een ander zo goed werkt blijkbaar, dan kan ik me er ook het is het beste om er gewoon helemaal van af te sluiten. Om bijvoorbeeld bepaalde personen gewoon niet meer te volgen op social media. Of om me niet meer bloot te stellen aan bepaalde ideeën of acties of plaatjes of postvoorbeelden of wat dan ook van die persoon. Of om de app gewoon echt, die ik dan heb gedownload in een wilde bui, omdat ik denk, oh, daar ga ik ook wat mee doen. Om die gewoon echt weg te gooien. Of om me echt weer af te melden voor die nieuwsbrief. Of om, zeg maar wat, het boek dat ik dacht te moeten gaan lezen, omdat een ander dat ook een heel goed boek vond, moet ik dan ook echt weggooien als voorbeeld uit de bibliotheek. En ja, dus ik moet mezelf als het ware dan een beetje beschermen, anders blijft het gewoon maar in mijn hoofd hangen. Dus heb jij ook een heel vol hoofd met allerlei ideeën en maakplannen en je voelt je er eigenlijk voornamelijk gewoon heel erg onrustig en beetje opstandig en paniekerig en gehaast en gedwongen door. Als dat zo is, dan moet je je afvragen of er wel de items die erop staan op je to-do-lijst, of het wel echt jouw items zijn. Dus ga dan even kritisch analyseren en bescherm jezelf vervolgens met een soort door een soort Marie Kondo opruimsessie te doen van alle informatie en prikkels die je op wat dan ook voor manieren om je heen hebt verzameld. Ja, even denken. Wat was het volgende ook alweer? Oh ja, natuurlijk. De grijze haren. En dat ik blij ben met mijn grijze haren. Nou, niet echt natuurlijk. Heel veel, ja. Het maakt me inmiddels ook niet meer zo heel veel uit. In ieder geval, ik ben er gewoon niet meer geheel verdrietig van. Ik ben gewoon in de fase van het is wat het is. Ja, dus ik vind er eigenlijk niks van. Nou, ik zal dat even uitleggen. Het is echt al jaren geleden dat ik voor het eerste keer een verdwaalde grijs haar zag. En toen trok ik ze er ook gewoon uit. Nou, inmiddels ben ik op een leeftijd, 46, dat ik gewoon meer losse grijze, verspreide grijze haren heb. Of op de een of andere manier zit aan de rechterkant een soort pluk. of plukje aan de voorkant, waar ze dan bij elkaar zitten. In ieder geval, ik heb het al die tijd ook gewoon heel normaal gevonden dat ik daarvoor naar de kapper ging en dat ik mijn haar het liet kleuren. Sowieso deed ik kleuren van mijn haren al zo lang als ik me kan herinneren, omdat je dat doet of zoiets. Dus in ieder geval, ik ging dan naar de kapper om daar wat dan iets aan te laten doen. Want ja, grijze haren, dat hoort niet, daar doe je iets aan. Nu ben ik in deze maanden iets minder in de gelegenheid om naar de kapper te gaan. Dus ik had nog steeds wel die gedachte van, oh jee, grijze haren, dat kan niet. En niet dat ik er echt super bewust over nagedacht. Het was een soort automatisch reflex van, ja oké, grijze haren, daar moet je wat mee doen. Dus ik ging in de winkel een soort uitwasbare spray kopen. Ik dacht, makkelijk. Maar op een gegeven moment ging ik me daar toch een beetje aan irriteren. Want als ik dan mijn haar had gewassen, dan moest ik dat ook weer doen. En elke ochtend na make-uppen, dan moest ik een beetje van die spray eroverheen doen. Waar ik dat dan sprayde, bij die pluk, dat werd dan ook wat sneller vet. Of een beetje hard of zo, dan kon ik mijn haren er niet makkelijk doorheen doen. Dus ik begon me al wat te irriteren. Ik 46, dus ik krijg ook wat hormonale schommelingen. Wat bij het vrouw zijn en waarschijnlijk de perimenopauze hoort. Dus mijn haar wordt ook wat kwetsbaarder en valt wat sneller uit. En ja, ik had toch ook allemaal niet zo heel goed gevoel meer bij om allemaal dingen in mijn haar te spuiten. En ook nog een heel praktisch iets, omdat het uitwasbaar was, dacht ik, ja, het is ook niet echt super handig als ik nu in de regen ga lopen en er rolt zo'n donkere druppel over mijn voorhoofd. Dus kortom, ik had gewoon allerlei
ja, ik deed het dan wel, maar ik had toch gewoon echt wel ergernissen. En ja, dan omdat je er dan toch mee bezig bent met grijze haren en grijzer worden. Hè, dat is een beetje het groene trui effect op straat. Hè, je denkt aan een groene trui en opeens zie je, lijkt het alsof iedereen al meer een groene trui aan heeft. Ik zag ook gewoon wat dingen over grijze haren bij andere vrouwen. En dan zag ik ook gewoon dat vrouwen die eigenlijk, hè, die jonger zijn dan dat ik ben, dat die ook gewoon grijze haren hadden. Want op een gegeven moment dan zie je wel gewoon, hè, die verfden het dan. Maar ja, na denk ik 2 weken of zo zie je toch gewoon een soort van baantje van grijs haar. En ja, daar ging ik ook zo eens over nadenken. En langzaam drong het gewoon tot me door dat we eigenlijk dit gedrag gewoon met z'n allen gewoon in stand houden als vrouwen. Zolang we allemaal ons haar blijven verven. Want als jij dus degene bent die dat niet doet en je doet gewoon je natuurlijke haar, waar dan grijze haren doorheen zitten, dan lijk je misschien wel ouder dan een leeftijdsgenoot en dan val je op. En ja, dan ga je het ook maar weer verven. Maar waarschijnlijk heeft die leeftijdsgenoot, die heeft gewoon waarschijnlijk dezelfde haartoon, alleen die verft het, dus die lijkt jonger. En nou, nu we het überhaupt toch hebben over jonger en ouder lijken, daar gaat gewoon meer focus naartoe dan naar op onszelf willen lijken. Het is gewoon zo normaal geworden dat er dingen worden geproduceerd om jonger te lijken als vrouw. Dat zijn we gewoon, die producten en het bestaan van die producten zijn we gewoon net zo normaal gaan vinden als gewoon de huistuin- en keukenboodschappen. Kijk maar eens naar reclame. Het valt gewoon bijna niet meer op dat er gewoon zoveel reclames zijn waar een slogans in zitten zoals voor een jonger uitziende huid. Pas als toen ik erop ging letten, dacht ik, waarom moet je eigenlijk een jonger uitziende huid? We zijn allemaal een beetje zo in een soort vicieuze cirkel terechtgekomen dat het gewoon ook niet meer opvalt. Dat de focus daar heel vaak op ligt, bij reclames of gewoon bij het aanbod van producten. Ja, je moet me niet verkeerd begrijpen. Als je die spullen gewoon gebruikt en al die producten, omdat je er zelf echt blijer van wordt, echt helemaal top. En gewoon eigen keuze, super, helemaal prima, hartstikke leuk. Ik gebruik ook make-up om, de dingen in mijn gezicht meer te accentueren of een klein beetje te bedekken. Ik gebruik trouwens niet heel veel make-up, maar wel wat, dus dat doe ik ook. Maar dat vind ik zelf leuk. Ik doe het echt voor niemand anders. Ik vind dat zelf leuk. Ik krijg er zelf zelfvertrouwen van. En dus ik vind dat het gaat niet om dat je dat soort producten gewoon helemaal niet kan of mag gebruiken. Sowieso kan ik dat natuurlijk helemaal niks van vinden wat een ander doet. Maar dus zeker als je het leuk vindt of je krijgt zelfvertrouwen doen, echt gewoon doen. Maar ik ben bang dat wij vrouwen gewoon een heleboel dingen aan het doen zijn aan ons uiterlijk, omdat we dat allemaal doen. Omdat we denken dat het zo hoort. Omdat we hebben voorgeschoteld gekregen dat dat normaal is. Dat we er dus eigenlijk niet meer over nadenken, maar er gewoon wel heel druk mee zijn en heel veel geld aan uitgeven. Dus terug naar mijn grijze haren. Ik begon dus al wat weerstand te krijgen tegen het bezig zijn met die grijze plukjes. Om alle redenen wat ik net al had genoemd. Daar komt nog eens bovenop dat ik ook een beetje lui ben. Nee hoor, grappig. Dat is niet zo. Ik ben niet lui, maar ik hou heel erg van gemak en efficiëntie. En niet te veel moeten doen wat onnodig is. En mijn grootste nachtmerrie is ook überhaupt al het idee dat ik elke 2 weken naar de kapper zou moeten en dat moet plannen en afspraak maken en naartoe moet voor het bijwerken van bijvoorbeeld zo'n grijze landingsbaan op mijn hoofd. Ja, ik word er gewoon nu al moe van het idee. Maar dat gaat natuurlijk dan ook gewoon echt een keer gebeuren als ik je toch helemaal overgeeft aan zo'n schema van haren verven. Het gaat ook een keer gebeuren dat je dat schema niet kan halen. Bijvoorbeeld door ziekte of door vakantie of door drukte of door een wereldwijde pandemie. Hè. Wie herinnert zich niet de coronatijd en dat in één keer dat je allemaal je vrouw die je kende, dat die achter het
of misschien ook mannen, achter het videobelscherm zaten en opeens dat je dacht, oh, je hebt een heel andere haarkleur. Dus in ieder geval, ik heb daar op voorhand al geen zin in die druk, in dat gedoe en in die planning. En als ik er nu al geen zin in heb, ja, dan moet ik er volgens mij gewoon ook echt niet aan beginnen om mijn donkere haren te gaan verven, want dan zit ik er gewoon aan vast. Kijk, let wel, die grijze haren, het wordt er niet minder op. Dus het contrast met mijn donkere haar, dat wordt alleen maar groter als ik er nu aan ga beginnen en doorga met verven. Dus ik was er gewoon überhaupt al helemaal klaar mee om gewoon een spreetje in mijn haar te doen. En ik wil gewoon echt niet vastzitten aan om de haverklap naar de kapper moeten gaan. Ik wil mijn kwetsbare haren gewoon zoveel mogelijk met rust laten. En eigenlijk doet de kleur me dus ook niet zo heel veel. Make-up vind ik leuk. Maar eigenlijk, als ik bij mezelf naging, maakt het me echt gewoon helemaal niks uit, mijn haarkleur. Ik deed het dus voornamelijk omdat ik dat zo gewend was. Dat het zo hoorde. Dat je dat deed als vrouw. Dus ik heb die spray aan de kant gegooid. Ik heb gewoon mijn losse, luchtige, wapperende haren. Die helemaal gemengd zijn van kleur. Ik heb geen tijdsverlies meer. Ik heb geen gedoe meer in de ochtend. En ik vind het echt fantastisch. Op het moment dat ik had besloten om het gewoon los te laten en zonder gespreide haren op pad te gaan of gekleurde haren, was ik gewoon heel relaxed. Ben ik er ook gewoon echt gewoon serieus, behalve dat ik deze podcast even over opneem, ben ik er gewoon niet meer mee bezig geweest. Ik heb het gewoon, ja, losgelaten. En daardoor ging ik dus ook zelf niet steeds naar mijn eigen grijze haren kijken. Dan had ik er geen obsessie eigenlijk meer voor of door. Hier en daar laat ik het gewoon ook even vallen. Dat ik er geen zin meer in heb om iets aan die grijze haren te doen. Om alvast wat commentaren de mond te snoeren. Want ik bevind mij grotendeels omgevingen waar veel vrouwen zijn. En waar toch een kritische blik te verwachten valt. En dat is niet omdat dat vervelend bedoeld is. Deze vrouwen weten denk ik ook niet beter. Iedereen heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen ding, wat hij wel of niet mooi vindt of leuk vindt. We leven toch een beetje in een wereld waar we al met z'n allen gewend zijn dat vrouwen ervoor gaan om er jonger uit te zien. En wie weet wakker ik wel iets aan en hoop ik dat we in de loop van de tijd erna gaan streven om gewoon uit te zien meer als onszelf. Nou, dat was mijn hele relaas over mijn grijze haren. Iets anders wat me nog opviel tip in een Netflix-serie of iets wat ze heel goed aanpakte. Ik had de serie gekeken Survival of the Thickest. Echt heel erg grappig. Dat gaat over een mevrouw die opnieuw moet beginnen. De relatie is verbroken en ook in het werk moet ze eigenlijk soort van opnieuw beginnen. Het gaat over al die struggles die ze daarin tegenkomt. Maar het leuke is dat ze heeft een groepje vrienden. En als één van de vrienden ergens mee zit, dan gaan ze elkaar vragen stellen. En dan moet dus de ander, moet dan heel snel, dus degene die ergens mee zit, die krijgt vragen over zich heen van de vriend of vriendin. En diegene moet dan gewoon heel snel antwoorden. En toen dacht ik, ja, dat is echt een heel goed voorbeeld van een stukje persoonlijk leiderschap. Of in ieder geval je vriend of vriendin of je naaste daarmee helpen. Het is een combinatie van vragen stellen in plaats van direct naar een aanname schieten met allerlei mogelijke quick fixes en oplossingen. En dat gaat dus ook vaak niet goed. En omdat diegene dan ook snel moet antwoorden, zijn het ook echt antwoorden vanuit je intuïtie. Hè? Puur vanuit je onderbuik, zonder het allemaal te overdenken vanuit je kern en schil. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel een goeie. Even kijken wat ik nog meer had. Dat gaat eigenlijk over wat ik
doe vanuit basisbegrip. Nee, dat klinkt een beetje raar. Maar waar ik mensen mee kan helpen in een coaching of een sparringgesprek. Ik heb het altijd veel over empowerment gehad. Dus dat ik mensen help bij hun eigen empowerment om dingen aan te pakken. Nog steeds even gezegd wil hebben dat empowerment, het komt ook met, denk ik ook omdat het een Engels woord is, maar dat klinkt soms een beetje een soort van vaag, een beetje trendy, een beetje als een soort van hip zelfhulpprogramma, maar het is eigenlijk gewoon een woord voor een proces of een stappenplan of een rijtje aan acties. Wat je besluit te gaan doen om een uitdaging aan te pakken waar je tegenaan loopt. En dat je dus jezelf in staat wil stellen, dat is ook letterlijk wat het betekent. Je stelt jezelf in staat, dat is empowerment, om deze uitdaging zo goed en zo effectief mogelijk aan te pakken. En dat aanpakken, dat doe je door een aantal logische stappen te zetten, die eigenlijk nodig zijn om een bepaald probleem of een twijfel of een lastig vraagstuk op te lossen. Je gaat eerst analyseren. Dus dat is de fase dat je gaat echt gewoon kritisch gaat kijken van wat is die uitdaging nou precies? Wat houdt het nou echt in? Een beetje tot op detail. Dat je ook echt precies weet van wanneer begint het, wat voor situaties, wat is de uitdaging precies? Waarom ontstaat deze en waarom wil jij er eigenlijk iets aan doen? Ook belangrijk in de analysefase is dat je ook naar jezelf gaat kijken. Dus dat je jezelf leert, of dat je jezelf kent, dat je bewust naar je keuzes gaat kijken. En dat je ook naar naar al je sterke eigenschappen gaat kijken en de valkuilen die daar weer bij horen. Dus, en welke rol dat eigenlijk speelt in het hele ontstaan van de uitdaging of hoe je daarmee omgaat. Dan vervolgens als je die antwoorden allemaal hebt, dan kun je door naar de volgende fase. Het lijkt wel een monopolie. Dan kun je door naar de volgende fase en dat is eigenlijk het reorganiseren. Dus dat betekent dat je gaat kijken van ik weet nu waar het probleem vandaan komt, bij wijze van spreken. En alle aspecten die daarbij horen. En als je dat weet, dan weet je ook automatisch. Dat kan gewoon niet anders. Misschien klinkt dit een soort van vaag in je oren, maar als je echt daadwerkelijk bezig bent geweest met de analyse van een bepaald probleem, dan weet je ook automatisch wat je moet doen om die uitdaging aan te pakken. Waarbij aanpakken natuurlijk betekent dat je het daadwerkelijk laat verdwijnen, dat je ermee leert omgaan of dat je het gewoon accepteert en loslaat. Dat is allemaal aanpakken natuurlijk. Maar in ieder geval, door de antwoorden uit het analysestuk, weet je wat je moet doen en kun je dus bedenken wat je moet doen, sorry. Dat vat ik altijd een beetje samen als reorganiseren. En dan als laatste, je hebt niet zo heel veel aan een mooi rijtje met dingetjes die je moet doen of die je wilt doen. Al je wat-items. Je moet dan natuurlijk ook even bedenken hoe je dat gaat doen. Want anders dan zit je met je lijstje en dan heb je er nog niks aan. Dat is vaak een fase die mensen vergeten, een soort van dat realiseren hoe jij jouw wat-items gaat zorgen dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. Dus hoe je dat gaat inpassen in je leven. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de stappen die je doet. Dit klinkt ook trouwens als een echte soort van traject en stappen waarin je moet afvinken en alles. Als ik met mensen in gesprek ben, dan gaat dat, zeg ik natuurlijk niet van we gaan nu de analysefase in, vink, vink, vink. We gaan nu de reorganisatiefase in, vink, vink, vink. Dat niet, dat loopt soort van bij elkaar, door elkaar heen. Mensen krijgen dan allemaal aha-momenten. En dan, ik zie nu wat daar gebeurt. Dus dan weet ik al dat ik dit moet doen. En dan pakken we weer een ander stuk ervan. Dus je moet niet denken dat het een soort van heel statisch zakelijk gebeuren is, hoor. Maar even om het, een soort beeld ervan te vormen in je hoofd. Terug naar waar ik over begon. Dat wat ik dus eigenlijk doe in coachingsgesprekken. Ik heb daar echt een hele tijd geleden al een keer een podcast over opgenomen. Waarbij ik dan
vertelde dat ik een soort het licht had gezien. En ik dacht, ja, nu heb ik er een woord voor. Hè? Empowerment. Maar altijd bleef een beetje aan me knagen dat ik dacht, ja, dat klopt. Dat is een soort van het eindresultaat. Hè? Dat is het effect wat het oplevert. Dat iemand dus echt in staat is en sterk genoeg is en om dat waar iemand maar tegenaan loopt aan te gaan pakken. Maar daar zit natuurlijk iets voor. En dat is het daadwerkelijk wat ik, ja, waar ik mensen bij kan helpen. Waar ik mensen bij kan helpen om zichzelf in te versterken. En eigenlijk is dat, samengevat, zijn dat twee dingen. En daar had ik het eigenlijk altijd wel over. Maar meer alsof dat dan in het proces, zoals ik het eigenlijk net ook een beetje vertelde. Een soort proces is wat dan tot empowerment leidt. Dus dat je dat daarvoor moet doen. En toen dacht ik van ja, maar dat is eigenlijk precies waar ik dus mensen in coach en adviseer en bij help. En dat is dus, als je het samen wil vatten in twee woorden. Het is het stukje versterken. Momentje, ik moet even hoesten. versterken in persoonlijk leiderschap en een effectieve probleemaanpak. Persoonlijk leiderschap, dat betekent dat je de regie eigenlijk neemt over je leven. En dat je jezelf kan leiden, persoonlijk leiderschap. Dat je jezelf kan leiden om bepaalde uitdagingen aan te pakken. Daar gaat het om dat je duidelijk hebt wat voor jou echt belangrijk is. Dus je kerneigenschappen, je doelen, je waarden, dat wat je prioriteit geeft. En dat je daar ook bewust naar handelt. En door jezelf in ieder geval beter te leren kennen en ook kritisch te gaan kijken naar je eigen keuzes, dan kun je dus eigenlijk gewoon een soort van sterker en doelgerichter optreden in zowel je werk als je privéleven. Dat is wat je doet met persoonlijk leiderschap. Je kan jezelf leiden om regie te nemen in je leven, grip te krijgen op bepaalde situaties. Maar daarvoor is het dus wel heel belangrijk dat je jezelf kent. Nou, een goede probleemaanpak, dat is dus, daar kom je eigenlijk weer terug bij dat analyseren, reorganiseren en realiseren. Het is gewoon een manier waarop je een probleem herkent, begrijpt en vervolgens oplost. En dat je dat ook rustig doet en gestructureerd en niet te veel focust op externe oplossingen of dat een ander het voor je gaat oplossen of dat je zo snel mogelijk een oplossing wil hebben. Want in deze tijd met alle prikkels en het aanbod wat we maar krijgen, alles komt heel snel tot ons. Hè? Je kan alles heel snel krijgen. Dus voor alles is een hele snelle oplossing. We zijn het ook een beetje gewend met z'n allen. Maar het is juist belangrijk bij een echt zeker bij uitdagingen die jou stress geven en die jou herhaaldelijk stress geven, dat je echt even rustig gaat nadenken. Dat betekent niet weken. Rustig nadenken kan ook best wel in een uurtje klaar zijn. Als je het maar doet. En als je maar niet panisch grijpt naar de eerste, de beste externe oplossing, bij wijze van spreken. Dat over probleemaanpak. En die twee dingen zijn natuurlijk echt nauw met elkaar verbonden. En vullen elkaar eigenlijk aan in een proces van groei en persoonlijke ontwikkeling. En dus om ervoor te zorgen dat jij in staat bent. Dat je jezelf in staat stelt om een uitdaging aan te gaan pakken. Vandaar dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik doe. Uiteindelijk leidt het wel tot empowerment of het versterken van jezelf of jouw stressbron aanpakken. Maar ik coach je voor meer persoonlijk leiderschap. En een effectievere probleemaanpak. Zodat je daarmee komt waar je wil komen. Ik dacht, ja, misschien is het ook wel handig om even een keer een soort van voorbeeldje te geven. Een soort praktisch voorbeeldje. Niet dat mensen iemand daarmee bij mij is gekomen. Maar gewoon om je even een soort van denkproces uit te leggen. Hoe dat persoonlijk leiderschap en probleemaanpak in elkaar overvloeit. En dat het leidt tot het kunnen aanpakken. Waar je dan maar stress van hebt. Dus even heel simpel uitgelegd, bijvoorbeeld. En dit is echt simpel, hè? Maar je kan het eigenlijk toepassen op van alles. Bijvoorbeeld, je voelt je al een tijdje gestrest. Met name in de avond,
voor het slapen gaan. En daar wil je gewoon vanaf. Want ja, dat helpt natuurlijk niet. Je ligt wakker. Je wil gewoon niet zo met zo'n onrustig gevoel en een onrustig hoofd gaan slapen. Nou, je hebt al een ontspanningscursus gedaan. Want mensen hebben gezegd dat je bent vast een stresskip of zo. Dat hielp niet echt. Je hebt ook al allerlei mooie positief denken, kalmerende affirmaties als achtergrondje op je telefoon gezet of wat post-it op je spiegel geplakt. Maar dat helpt ook niet echt voldoende. Ja, je knapt er op dat moment even van op, maar nog steeds is het niet echt een duurzame oplossing. Dus nou, wat je dan gaat doen, is dat je gewoon eens even heel rustig gaat analyseren wat de stress nou veroorzaakt. Door je te focussen op waar en wanneer het steeds misgaat. Wanneer voel je steeds die spanning opkomen? In welke situatie is dat? Je gaat je gewoon even inbeelden van begin ik die stress te voelen. Wat gaat eraan vooraf? Wat ben ik dan aan het doen? In wat voor situatie is dat? Wat voor tijdstip is dat? Nou, en dan kom je er bijvoorbeeld achter dat het gewoon steeds toeneemt als jij naar boven loopt om 's avonds je make-up eraf te halen en je joggingbroek aan te doen. En dus dan voel je van, zodra je daar boven bent, dan begint het, dat is in je avondproces, en dan begint het eigenlijk al toe te nemen. Dus, maar wat is daarboven dan? Nou, je gaat nog eens even goed, je gaat nog eens een keer naar boven, je gaat ook rondkijken en je ziet gewoon dat er heel veel rommel ligt in een hoek. Dan ga je bedenken, waarom ligt die rommel daar? Ja, doordat dat ene kastje nog steeds niet in elkaar zit. Waarom zit dat ene kastje dan nog steeds niet in elkaar? Omdat je de juiste spijkers nog niet hebt. Heeft die rommel nou? Dus zo pel je eigenlijk af door steeds te zeggen, maar waarom, waarom, waarom? En dan kom je er dus eigenlijk achter van dat het misschien gewoon ligt aan het feit dat je die spijkers nog niet hebt. Nou, wat heeft die rommel nou bijvoorbeeld met jouw stress te maken? Je weet ook van jezelf dat je heel erg goed bent in het oplossen van dingen en in het ordenen van dingen. En daar hou je ook heel erg van. Dat is supergoed, maar nou, zeker in periodes dat je misschien wat minder lekker in je vel zit of je hebt wat minder goed geslapen, dan kan zo'n hele sterke eigenschap of sterke eigenschappen kunnen eigenlijk omslaan, een beetje te veel van het goede, in een valkuil. En dat betekent dat je dus echt een onrustig gevoel krijgt. Jij, door jouw sterke eigenschappen, kan dus een heel onrustig gevoel krijgen als er gewoon te veel en te vaak wanorde om je heen is. Dus op die manier kun jij door te analyseren, dat helemaal even af te pellen waar wanneer die stress ontstaat en waar die stress door komt, in combinatie met het feit dat je denkt, ik begrijp ook wel waarom ik daar last van heb. Dat komt eigenlijk voort uit een mooi sterke eigenschap. Maar soms sla ik daarin dan een beetje door en word ik gewoon onrustig van dat soort dingen. En dat begrijpen van jezelf, dat kan al heel veel schelen. Dat zou er misschien ook voor kunnen zorgen dat als je de volgende keer naar boven loopt, dat je denkt, helemaal niet nodig om weer gestrest te worden voor het slapen gaan, want het kwam door dat en dat en dat. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon gaan aanpakken. Simpelweg door in dit geval gewoon spijkers te gaan halen. Want dan kun je dat kastje in elkaar zetten. Dus dat is dat wat. Dat is wat je moet doen. Spijkers gaan halen en dat kastje in elkaar zetten en de troep op gaan ruimen. Nou, dan ga je nog even bedenken, hoe ga jij die spijkers krijgen? Je weet van, ik moet naar de bouwmarkt, dus je kijkt in je agenda, wanneer heb ik daar tijd voor? Heb ik dan ook vervoer naar de bouwmarkt? Wanneer is de beste dag deze week? Waar zit die bouwmarkt? Wat is het adres? Dus dat heeft allemaal te maken met het hoe. En dat betekent dat je in je agenda kijkt en dat je denkt, ja, aanstaande zaterdag kan ik naar de bouwmarkt. Want dan heb ik ook vervoer daar naartoe. Ik weet waar de bouwmarkt zit. Dan kan ik die spijkers gaan halen. Kom ik terug met de spijkers. Dan heb ik zelfs ook nog tijd om het kastje direct in elkaar te zetten. Dus dan ga ik de gebruiksaanwijzing pakken. Ik ga alle onderdelen eens even netjes alvast klaarleggen. En dan ga ik het kastje in elkaar zetten. En op die manier weet je dus dat wat jij eerst dacht,
Hè, dus altijd gestrest, 's avonds voor het slapen gaan. En nogmaals, dit is even een heel simpel, praktisch voorbeeld. Dat jij dus niet, laat me zeggen, een overall stresskip bent. Of dat je nergens tegen kan, of dat je dingen niet kan verwerken van over de dag. Het had gewoon een reden wat verklaarbaar is vanuit jouw sterke eigenschappen. En gewoon een hele concrete reden dat het dus boven de troep is en dat je daar toch stiekem gewoon heel erg aan ergert. Dus op die manier kom je daarachter en kun je dus stoppen met allerlei algemene ontspanningscursussen. En kun je gewoon even naar de bouwmarkt gaan om het oogje spijkers te halen en de boel boven netjes te ordenen. Dus dat als praktisch voorbeeld. Oké, ja, dus mocht je interesse hebben of mocht je meer willen weten over het hele aanbod, laten we zeggen. Dan kijk gerust op www.basisbegrip.nl en dan spreek ik jullie weer in een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@basisbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.basisbegrip.nl. Tot de volgende podcast!